Personeel van Heister heeft trucks aan de Nijverheidsweg schrok dinsdagmiddag van een harde knal. Een testheftruck ging plotseling voorover. De megaheftruck vervoerde als test een container. En op dit moment de eerste zorg was voor de medewerker die nog in de truck aanwezig was. Die is even met de ambulance meegegaan voor onderzoek. De eerste conclusie was dat er geen ernstig letsel was, maar ze wilden toch even nakijken. Op dit moment is de arbeidsinspectie gebeld en wordt gekeken of de arbeidsinspectie verder wil onderzoeken wat er precies gebeurd is. Aangezien er geen letsel is, is de verwachting dat ze niet komen. Zodra wij weten wat de arbeidsinspectie wil, zullen wij de boel weer gaan opruimen en verder onderzoeken wat de reden is. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd N1.